Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in contrasten. In mijn fotografie is altijd sprake van een tegenstelling, een spanning. Er is vaak iets dat wringt. Iets dat er niet thuis hoort. Dat is te zien in mijn afstudeerserie, waarin ik contrasten laat zien tussen de westerse wereld en Afrika. Dat verbeeld ik door middel van styling en omgeving. Stoere mannen fotografeer ik met liefelijke bloemen. Het lijkt me geweldig om dit overkoepelende thema, contrast, door te voeren in mijn fotoserie voor de Keep an Eye Award. Mijn moeder is Nederlands en mijn vader is Nigeriaans. Hierdoor weet ik hoeveel misconcepties er over Afrika bestaan. Vanuit de media wordt een erg eenzijdig beeld weergegeven. Ik vind het belangrijk dat we een inclusief beeld hebben van een land en niet geleid worden door vooroordelen. Daarom wil ik iets laten zien dat nog nooit eerder vertoond is.